deze dag is om, nou, er zijn 600 mensen vandaag geweest, 600 plus zelfs. Dat is ongeveer hetzelfde als we elk jaar aan deelnemers hebben. Op een totale community van Dijkwerkers Nederland van ongeveer 3000 mensen is het echt een heel goed resultaat. Ik zie dat mensen graag willen komen om hun kennis te delen en hun kennis op te halen. En ja, mee te helpen aan die opgave die we hebben om in 2050 al die dijkversterkingen te realiseren. Goed, wij zijn uit de startblokken. Inspiratie weer. En die voel ik anders ook wel. Maar in zo'n dag van vandaag wordt dat weer versterkt. Van wat een mooi werk wat wij doen met elkaar. Dat gevoel overheerst vandaag. Het idee van de toekomst voorspellen is dat we niet de hele tijd verrassen. Ik kan een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Ik heb net een masterclass gegeven. Over onze ervaringen vanuit het HBBP die we exporteren naar het buitenland. We moeten ook echt wel kijken naar wat doen de Koreanen. In China willen ze een hele stad op palen bouwen. Er zijn plannen voor. Nou, dat is ook wel klimaatadaptatie en dat is ook gewoon omgaan met de rivieren en dergelijke. Daar kunnen we ook van leren. Dus niet alleen maar brengen, maar ook gewoon halen uit het buitenland. Nou, ik refereerde vanmiddag even aan mijn vader. Mijn vader is overleden inmiddels, maar die zei vroeger altijd tegen mij van als je niet uitkijkt en als er geen dijken zijn, dan overstroomt 70% van Nederland. Mijn vader was wel een soort acteur die mensen daar heel bang mee probeerde te maken. Dus dat weet ik eigenlijk van de dijk. En ik weet dat wij natuurlijk met het NAP heel laag liggen. En dat die dijken voor levensbelang zijn voor Nederland. Dus ik vind het fantastisch dat de dijken er zijn überhaupt. Ik denk juist door dat netwerken, daar hebben we veel meer de nadruk op gelegd. En het creëren nog meer van dat communitygevoel, die trots met elkaar dat je voor elkaar bent. En dat is voor mij in andere edities iets minder aanwezig geweest. Dan alvast vooruitkijken naar volgend jaar. Gewoon weer een Dijkwerkersdag? Absoluut. Er komt zeker weer een nieuwe editie in 2019. Hoe die uit gaat zien, kan ik niet voorspellen.